Yo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Lost Buildings. We zijn vandaag in ons hotel in Luxemburg en we gaan nu op pad naar een heel grote verlaten hof, villa-achtig iets met oldtimers. Dus we zijn heel benieuwd. Ik ben hier ook samen met Paul natuurlijk. En we gaan kijken wat het is. We gaan ons hotel nu verlaten. Hier heb je de lobby van ons hotel, echt mega gaaf. We zien jullie zo bij de locatie. Vandaag neem ik jullie mee naar een verlaten boerderij, ergens in een klein dorpje in Luxemburg. Nadat de bewoner overleed in 1992 kwam de boerderij er verlaten bij te staan. De boerderij is gebouwd in 1900 en heeft dus al heel wat geschiedenis meegemaakt. We vinden oldtimers in de schuur van het merk Vauxhall. Ga met ons mee en ontdek het verleden van dit prachtige verlaten pand. Caravan. Oude wijnvaten. Twee oude wijnvaten. Was dat een groot? Nee. Ja, het is een wijnkelder geweest. Een wijnkelder. Ja. Een oude wijnkelder. Zie je dat dak? Ja. Het is een groot complex. Ja. Oude caravan. Oude caravan. Ja, vet grote tand hier en daar. Kijk, die draaien een ander rat aan daar. Hey Paul, ja. Achter je, trap omhoog. See it.
heel gaaf. Wel een klein beetje vernield. Prachtige oude kandelaar. Oude lamp, ja. Dat was de keuken. Nee, het bed. Oh, daar zie je het daar. Het staat echt heel lang leeg. Deze ruimte is een klein beetje gesloopt. Vet huis. Hier waren we ze net. Dat gigantische draaiwiel daarboven. Oldtimers.
je nog een oud fornuis? Yo beste kijkers, wat een super locatie. Moet je hier achter ons kijken. Gewoon super veel verlaten auto's. En gewoon het bed stond er nog in. De keuken, klein gedeelte van de woonkamer. Ja, dit was echt een top locatie in Luxemburg. En Paul die vindt ondertussen een wafelijzer. Paul? Ja. Mooie wafelijzer daar beneden. En dan gaan wij er vandoor, want wij gaan ook niet te veel risico nemen natuurlijk. Want we willen ook niet gepakt worden natuurlijk op één laatste locatie. Your steps keep me awake, don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace, now I'm slipping through the cracks of your cold embrace, so please.